Deze man besteelt op 27 december 2012 een juwelier in Oud-Gastel. De dader doet zich voor als een klant, maar zodra de juwelier met zijn rug naar de man staat, slaat hij toe. En steelt een horloge en een armband. De dader is klein, zo'n 1,65 meter, 1,70 meter lang en hij is gezet. Verder heeft hij donker haar. Weet u wie dit is? Tip ons dan.